Het is 9-11, 9 november 2016. Afgelopen nacht is bekend geworden wie de nieuwe president van Amerika is. En dat is geworden Donald Trump. Ik heb, zoals sommige mensen weten, mijn naam is trouwens Hajo Smit. Ik heb een boek geschreven over Donald Trump en Bernie Sanders, over het populisme en de context waarin dit heeft kunnen gebeuren. Je kan zeggen een wonder. Het is eigenlijk een wonder dat iemand zo ver komt. Iemand die in 1987 heeft aangekondigd dat hij niet in de politiek wil, maar dat als hij in de politiek zou gaan, dat hij dan wel zou winnen. Because I never go in to lose, zegt hij in dat interview met Oprah Winfrey. I never go in to lose. Nou, ik ga wel een beetje in to lose vandaag, want ik ga me mengen in de Zwarte Piet discussie. En ik geloof dat 80% van de Nederlanders extreem pro-Zwarte Piet is. En ik eet even wat pepernoten en dan ga ik jullie straks uitleggen waarom ik tegen Zwarte Piet ben. Pepernoten heb ik hard nodig. Er zit veel suiker in en ik heb niet geslapen. Ik was vanochtend in het Koerhuis in Scheveningen, waar honderden mensen volstrekt verslagen de uitslag van de verkiezingen hebben aangekeken. Daarna was ik in Leiden op een tweede presidential breakfast voor een zaal jonge studenten die, toen ik liet merken dat ik voor Trump was, er eigenlijk voetstoot van uitgingen dat ik dus ook wel een racist zou zijn. Daar heb ik gelukkig wel wat weerwoord op kunnen geven. Maar Trump is geen racist, ik ben geen racist. Dat ga ik nu verder niet toelichten. Wat ik wel wil zeggen is dat, wat mij betreft, er met Zwarte Piet wel degelijk iets aan de hand is. Het is bijna Sinterklaas. Overal wordt gezegd dat die paar mensen met Surinaamse achtergrond of wat dan ook, die zich mengen in die discussie, ons feest willen afnemen. En daar moeten we van afblijven. En dat wordt heel vaak geassocieerd ook met PVV, met populisme. En handen af van onze cultuur. En het is allemaal heilig. Nou, ik verklaar bij deze, ik ben een Zwarte Piet ontkenner. Wat betekent dat? Een Zwarte Piet ontkenner is iemand die ontkent dat er een gevaar dreigt als we Zwarte Piet zouden opgeven of in een andere vorm zouden laten overgaan. Ik ben een scepticus over Sinterklaasverandering. Sceptisch over Sinterklaasverandering betekent dus dat ik niet geloof in gevaarlijke Sinterklaasverandering. Sinterklaas is namelijk helemaal niet zo'n vast gegeven. We denken misschien dat Zwarte Piet een soort eeuwenlange traditie is die uit de diepste van de Nederlandse volksziel komt. En dat als we dat verkwanselen, dat we dan beter maar allemaal moslim kunnen worden of zo. Nou, daar is dus helemaal niets van waar. Waar komt Sinterklaas namelijk eigenlijk vandaan? Er is een onderwijzer die in 1850 een boekje heeft geschreven, Sint-Nicolaas en zijn knecht. Jan Schenkman heet de man, kun je op Wikipedia vinden. En dat is eigenlijk het eerste moment in 1850 dat we Zwarte Piet in deze vorm tegenkomen. Voorheen namelijk was Sint-Nicolaas bijvoorbeeld gewoon helemaal alleen op een paard. Of bijvoorbeeld, zoals je hier ziet, op een paard met een soort van edelman daarnaast. Een soort edelman als begeleider. Er is nog een iets ouder boekje dat in een bibliotheek in Den Haag wordt bewaard, waar je dan voor het eerst een donker iemand ziet als knecht. En dat zit in een tijd van de gebroeders Grimm, dat eigenlijk in de opkomst van nationalisme, romantiek, een soort volkstradities werden verzonnen eigenlijk, waarvan we nu uitgaan dat alsof die dus eeuwig zijn. Maar dat is gewoon toen verzonnen. Ik vergelijk het een beetje met de homeopathie van Samuel Hahnemann. Daar zijn heel veel dingen uit die vroege
19e eeuw, die wij om een of andere reden zo willen houden als het is. Dat zie je dus ook bij de milieubeweging. Die willen gewoon, het moet allemaal zo blijven als in 1850, laten we zeggen, ruwweg. Dat is het einde van de kleine ijstijd. Toen hadden we nog net koude winters, bij wijze van spreken. En er was nog geen industrie, alles was nog idyllisch, boertjes op het land, ambachtslieden. En nog geen auto's en vervuiling. Etcetera. Dus om een of andere reden is er iets, een romantisch idee dat er in 1850, voor het begin van de industrialisatie, iets ontzettend fijn was waar we per se naar terug moeten. Ook het klimaat. We willen precies het klimaat van 1850 en dus ook precies het Sinterklaasfeest van 1850. En gaan volstrekt voorbij aan het feit dat het klimaat altijd verandert en dat Sinterklaas altijd verandert en dat Sinterklaas eigenlijk dus een piepjong feest is in vergelijking met, denk ik, oudere tradities als het kerstfeest of Pasen. Dus Sinterklaas zal net als het klimaat altijd veranderen. We kunnen het misschien voor 50 of 100 jaar tegenhouden en dan zal het door-evolueren naar iets nieuws. Nou, ik ben in extreme mate voor verandering. Ik denk dat je verandering bijna altijd toe moet juichen. Zolang, laten we zeggen, het volk het nog trekt. Ik herken dat in een volk kan verandering op een gegeven moment te snel gaan. Dan komen er angsten op. En daar moeten politici ook rekening mee houden. He, dus ik geloof zelfs dat we met 50% moslims in Nederland uiteindelijk best vreedzaam samen zouden kunnen leven. Als we maar ook als Nederlanders trots mogen zijn op wie wij zijn. Dat zie je in Californië, waar dat uiteindelijk prima zal gaan. Dat grote minderheden op een gegeven moment vreedzaam met elkaar kunnen leven. Wat mij betreft noem je het multiculturele samenleving. Maar als je het te snel doet en je durft niet de problemen te benoemen, dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Dan schreeuwt dat om een reactie. En dat kan dan ook een seniele reactie zijn wat mij betreft van we moeten per se dat Sinterklaasfeest houden en de Zwarte Piet. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze video. Hoe in 2012 is dat op Facebook gepubliceerd. Wat je vindt als je naar deze video kijkt van wat Zwarte Piet eigenlijk is. Wij willen Zwarte Piet, wij willen Zwarte Piet. Zo zwart als roet en anders niet. Wij willen Zwarte Piet, wij willen Zwarte Piet. Zoals in het oude lied, gewoon bij Zwarte Piet. Wij willen Zwarte Piet, wij willen Zwarte Piet. Zo zwart als roet en anders niet. Nou, als ik dat zo zie, dan zie ik echt een soort, ja, best wel seniel feestje met een hele rare neger met een raar pakje aan. Dat is ook uitgezocht door Elmer Colvin, universitair docent kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In 2013 heeft er een artikel in Volkskrant gestaan, geschreven door Michiel Kuyt. En die legt dan uit dat absoluut de Zwarte Piet, zoals we hem nu kennen, gewoon de vorm is van een luxe page, heette dat. Eigenlijk een zwarte kindslaaf in de grachtengordel in Amsterdam. Rijke mensen hadden zo'n slaafje, een page, in een opgedoft pakje. Om, als je een theekrantje had met dames, welgestelde dames, dat dan dat zwarte slaafje er zo schattig uitzag en even de thee kwam rondbrengen. Als je het helemaal wil weten, de oorsprong van Zwarte Piet, dan is er een pdf op internet te vinden, geschreven door Eugenie Boer Dirks. Dat heet Nieuw licht op Zwarte Piet. Een kunsthistorisch antwoord op de vraag naar de herkomst van Zwarte Piet. Wil ik meteen even noemen dat ik het echt totaal triest vind dat allerlei mensen supersterke meningen over dingen hebben, zoals Zwarte Piet, zonder even de moeite te nemen om bijvoorbeeld ook maar een middagje of een avondje daarop te studeren. En mensen zitten 's avonds, zo weet ik veel wat, aan het bier of soaps te kijken. Echt, in één avond kan je die tekst van Eugenie Boer Dirks lezen. Dan ben je bij, met al die plaatjes die ik net liet zien, over hoe die ontwikkeling van Zwarte Piet is gegaan. Er is dus niets om te behouden, want het is nooit vast geweest. Het heeft altijd veranderd. En als ik nou zou mogen denken, dat vind ik dan wel leuk. Ik ben een creatief, ik fantaseer graag. Wat zouden we nou voor een leuk Sinterklaasfeest 2.0? Hè? Want dat vinden we allemaal prachtig. 2.0, 3.0, als het om bedrijfsleven gaat, nieuwe uitvindingen, nieuwe apps, moet het allemaal. Hè? Pokémon Go, te gek. We hebben weer wat nieuws, maar Sinterklaas kun je ook zo naar kijken. Wat is leuk? Misschien wat wil je behouden van Sinterklaas? Wat zou je toe willen voegen? Wat zou anders kunnen? Nou, wat mij een beetje tegen de borst stuit, is dat Sinterklaas eigenlijk gewoon een soort tweede verjaardag geworden is voor kinderen. Ik was vroeger nog enorm in de weer met enorm complexe surprises en lange gedichten.
Waar ik misschien wel 3-4 weken aan werkte om voor iedereen in het gezin een fantastische verrassing te hebben met een onderliggende boodschap waarin je iets kon zeggen over je relatie tot je broer of zus of je ouders. En waarbij we ook nog voor vrienden en kennissen hele dozen vol met cadeautjes en ook weer een gedicht voor vrienden en kennissen, waardoor de bel in één keer rinkelde, staat een doos voor de deur. Je krijgt van vrienden en kennissen in één keer van... die zeggen in zo'n gedicht iets ook over hoe ze de relatie waarderen. Nou, ik vind het een beetje afgegleden naar een materialistisch cadeaufeestje. Hou het de goede voor gezinnen die het misschien nog wel zo doen... zoals het bij ons vroeger was. Het is nu echt gewoon een stapel cadeaus. Ieder kind heeft zijn lijstje, weet vaak al van tevoren wat hij gaat krijgen of niet. En het is gewoon hebberig, materialistisch, geen enkele aandacht voor. Ook bijvoorbeeld, zoals het misschien ook een tijdje geweest is voor kinderen die zoet zijn geweest. Of dus de roe verdienen, dus het hele opvoedkundige aspect is weg. Ouders hebben alleen maar een hoop stress erbij. Ouders hebben het al waanzinnig druk tegenwoordig. Dan moeten er ook nog weer cadeaus en chocoladeletters en die dingen zijn uitverkocht en... Uiteindelijk heb je het dan op de een of andere manier voor elkaar. Wat zou je kunnen doen? Ik vind als je kijkt, Sint-Nicolaas, we kennen dat sprookje die was heel rijk. En er waren ook arme kinderen. En hij vond met al zijn rijkdom dat hij op zijn verjaardag wel iets kon doen voor arme kinderen. En waarom zouden wij dat bijvoorbeeld niet kunnen doen? Hoeveel gezinnen in Nederland hebben bijvoorbeeld steunen een gezin in Afrika? Of een kind in Afrika? Of een ziek kind? Of een schooltje? Of dat soort dingen. Waarom zou het niet zo kunnen zijn? We hebben internet tegenwoordig. Er is zelfs ook een beweging van geef gewoon, in plaats van de microkrediet, geef gewoon een bedrag. Dus geen lening, maar geef gewoon 100 euro aan een willekeurig persoon in Afrika. Die daar in één keer allerlei dingen mee gaat doen. Dat is een nieuwe theorie over hoe ontwikkeling ook kan werken. Dus waarom zouden we niet een fantastische soort Sinterklaas-website opzetten? En waardoor alle gezinnen samen met de kinderen gaan kijken of ze daar Facebook-achtig arme mensen in andere landen kunnen zien. Waar ze denken, hey, dat vind ik wel een leuk gezinnetje of een leuk kind. Of goh, die hebben een leuk hondje. Daar klik ik op. Deze mensen gaan we op 5 december blij maken. Dus dan heb je die connectie gelegd. Dan kun je misschien kiezen uit een geldbedrag wat je doneert. Of die mensen zeggen, we hebben heel een fiets nodig. Nou, dan klik je op die fiets en die mensen krijgen op 5 december een fiets. Een idee. Ik denk als ik met 10 creatieve mensen ga brainstormen... kunnen we nog veel meer dingen verzinnen. En dan zou je daar wat mij betreft een referendum... of weet ik hoe je het zou willen doen... of dat het als een olievlek om zich heen grijpt... geleidelijk een heel nieuw Sinterklaasfeest in Nederland... van de grond kunnen trekken. Er zijn meer excessen, zoals tegenwoordig de avondvierdaagse ontaard is... tot een wandelfestijn waarbij het de kinderen alleen maar gaat... om de zakken vol met snoep die tijdens de pauze dan worden uitgedeeld. Dat was in mijn tijd ook niet zo. Ik weet niet hoe dat soort dingen gebeuren. Je ziet het met Sint Maarten. Ik woon in Noord-Holland. Sint Maarten gaat ook alleen maar om tassen vol snoep. We zijn allemaal atheïstisch. Niemand heeft meer enig idee waar die heiligen eigenlijk voor stonden. Enig ontzag, dankbaarheid, dat soort begrippen. Welk kind ervaart nog dankbaarheid als hij 's avonds aan tafel iets te eten heeft... of überhaupt zelfs als hij een duur cadeau krijgt. Ik vind dat we echt een beetje de mist ingaan door alle gehaastheid van ouders... Die het allemaal maar amper kunnen bolwerken en dan maar denken... hup, die kinderen weer een cadeau en dan zijn we weer van het gezeur af. Dus het kan allemaal veel leuker. En dan kan je natuurlijk en passant ook iets met Zwarte Piet doen. En dan vind ik het echt ontzettend bot als een meerderheid die in Nederland nog altijd blank is... het gaan doen alsof een paar donkere mensen... Die het opnemen voor kinderen of wie dan ook... die zich storen aan het beeld van Zwarte Piet... Dat dan niet zou mogen omdat dan een kleine minderheid het verpest voor de meerderheid. Nou, ik vind dat helemaal niet. Ik vind dat het puur een situatie is van luisteren naar die mensen. En ik kan me heel goed voorstellen als zwart kind... of als donker iemand die wel eens daar ook met racial profiling... of hoe je het wil noemen, daar ook wel eens last van heeft... dat die zegt, nou, moet dat nou zo? Want het is toch wel degelijk een beetje een karikatuur... wat we net in die video gezien hebben. Dat is toch echt wel een neger met dikke lippen... en heel zwart en een beetje dom dansend... zoals het ook in de kinder-Sinterklaas-boekjes gewoon staat. Het is toch een echte racistische karikatuur... met een wijze, blanke man met een baard ertussen...
Nee, ik vind het niet van deze tijd. En of het dan een wat mij betreft kan heel Zwarte Piet weg. Als je ziet dat er ook een hele lange tijd geweest is dat Sinterklaas alleen opereerde. Er kan een Oostenrijkse Krampus bij. In Oostenrijk, dat is heel grappig, in de Alpenlanden, treedt Sinterklaas op samen met een soort duivelfiguur. Met een houten masker. En dan is de Sint, de goedheiligman, die ook wel eens een cadeautje van snoep geeft. En is die barbaarse figuur, iemand die kinderen, meisjes oppakt en even door elkaar schudt en dan weer neerzet, een beetje als een soort duistere oerkrachten. Denk je ook dat al waarschijnlijk een eeuwenoude traditie is bij die Oostenrijkers? Ook helemaal niet waar. Dat is ook ergens in die romantische tijd, 19e eeuw, verzonnen. Dus we kunnen echt vrij gaan shoppen, wat mij betreft, om iets nieuws te verzinnen wat we allemaal leuk vinden. En ik vind het ook helemaal fantastisch als andere dorpen op andere oplossingen komen. We hebben tenslotte al op Terschelling, Schiermonnikoog, Texel en Ameland vier afwijkende vormen. Sunderum, Klozum, Oude Sunderklaas en Sunneklaas. Dus er is geloof ik zelfs in Friesland een dorp waar het op een andere datum gevierd wordt. Laten we daar heerlijk de biodiversiteit, ik kom uit de milieuwereld, toestaan. Laten we Sinterklaasverandering omarmen ontkennen dat het afschaffen van Zwarte Piet een dramatisch effect op onze samenleving zou hebben. Wat ik dan ook nog wil zeggen is dat ik het echt schandalig vind dat in de situatie met Trump een hele kleine minderheid van Nederland het aangedurfd heeft om zich pro-Trump te uiten. Dus 80% van Nederland ziet er geen benen in om keihard te roepen dat ze pro-Zwarte Piet zijn, alsof dat iets heel belangrijks zou zijn. En daar lezen ze ook niks over. Over Trump leest ook niemand iets. Iedereen roept maar wat. En iets als zeg maar democratie en een populistische opstand, wat we nu in Amerika hebben gezien, wat we met de Brexit hebben gezien, wat we in Nederland misschien in maart gaan krijgen, dat verdient gewoon aandacht, dat verdient studie. Dat verdient niet dat je alleen maar in de krant de headlines pakt en in de meute meedenkt. Laten we ons niet druk maken over Zwarte Piet. Laten we onze democratie koesteren. Laten we. Heb nou ook eens lef. Hè? Ga nou niet met de meute meezingen dat je tegen Zwarte Piet bent, omdat dat eigenlijk zo onbenullig is dat je je daar niet voor schaamt. Maar je schaamt je wel om te zeggen dat je iets met Wilders hebt, of dat je misschien wel VNL zou willen stemmen. Verlies allemaal eens die schaamte. Ga allemaal studeren op alles waar je je mee bemoeit. Als je met Zwarte Piet bemoeit, studeer daarop. En nog belangrijker is, koester de democratie. En kijk naar de issues die spelen. En durf dan ook gewoon in de openbare ruimte te uiten dat jij misschien op een extreem standpunt uitgekomen bent. Ik denk dat ik dit nu doe. Ik heb net anderhalf jaar tegen de stroom ingezwommen met een boek over Trump. En ook wel privé toch wel dat ik me geuit heb als iemand die in het boek ben ik niet pro-Trump, maar privé heb ik dat wel geuit. En heb ik daar veel tegenwind op ervaren. En nu zit ik hier alweer om me tegen Zwarte Piet te uiten. Dus ik ben nog amper uitgeslapen of helemaal niet uitgeslapen. En neem nog een paar pepernoten en uit gewoon hier bij deze dat ik in durf te zwemmen tegen 80% van de Nederlanders die per se Zwarte Piet willen behouden. Ik vind het totaal onbelangrijk. Ik vind dat we veel meer moeten kijken naar spirituele waarden. Waar staan feesten voor? Kunnen we kinderen ook een verdieping geven ten opzichte van een normale materialistische gedoe met hun merkkleding waar ze mee bezig zijn? En dat we dus moeten zoeken samen als ouders. We moeten weer tijd vinden. Ondanks dat we misschien allemaal twee banen hebben. We moeten als ouders op internet ons bij elkaar voegen. Laten we als ouders weer opvoeding serieus nemen. Idealen koesteren die we onze kinderen mee kunnen geven. Verwondering, verbazing, dat soort dingen. Het kwijnt allemaal weg. Dus bij deze. Ik ben tegen Zwarte Piet. Ik geniet van pepernoten. En ik ga ergens straks een bedje opzoeken om na een hele nacht op te zijn. Lekker te gaan dromen van een nieuwe wereld met ook Amerika. Nu met de Trexit, de Trump-exit, uit het globaliserende zootje uitgestapt. En tevens ook een Klexit, namelijk ook uit de klimaathoax uitgestapt. Eet smakelijk.